De eerste spreker van vandaag, die hoef ik eigenlijk niet te introduceren. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziekten. Eigenlijk eh, nog nooit zo druk geweest als het afgelopen jaar, denk ik. En misschien blijft het ook wel. Maar ik weet dat jij ook altijd een zwak hebt gehad voor de griepvaccinatie. En misschien wel met name voor de griepvaccinatie bij zorgverleners. En daar ga jij nu wat over vertellen. Dank je wel. Ik wilde alvast even opmerken, dames en heren. Ach, mag ik de foto nog even terug van die mevrouw? Ja, dit is niet de plek om het te zetten, hè? dat moet echt in de, in de Delta-video's zijn. Okay. Uh, dankjewel, uh, Ted, ook voor de mogelijkheid om hier uh, te mogen spreken. Uh, ik vind uh, griepvaccinatie uh, zeer belangrijk en ik wilde één aspect uh, eigenlijk bij u toelichten. Ik heb een wat uh, cryptische titel gekregen, want uh, nou, dit moet toch in vijf minuten wel te beantwoorden zijn. Uh, maar ik denk dat het wat langer neemt. Um, we hebben talloze aspecten geleerd natuurlijk van de kiezersbeheersing uh, bij de corona. Hè? De, de rol van de <kijkt> ICT, de rol van materialen, mondneusmaskers, um, de rol van testen. Maar eigenlijk wilde ik u... Um, over een heel ander aspect uh, belichten en dat is de zorgverleners. Want ik denk zelf dat als we nou iets geleerd hebben tijdens de uh, corona-uitbraak, is dat we volledig afhankelijk zijn van de flexibiliteit en inzet van onze zorgverleners en wat de volgende crisis ook zal worden. Hè, en meestal bereid je je voor op de, de vorige oorlog, zoals u weet. Uh, van de zorgverleners zullen we altijd kritisch afhankelijk zijn en nou ik wil daar niet alleen in het uh, zonnetje zetten maar ook als thema nemen voor uh, waar ik het over wil hebben met betrekking tot uh, vaccinatie en u ziet de eerste zorgverlener in de langdurige zorg linksboven die de uh, corona prik kreeg en zorgverleners is meer dan alleen maar uh, de gezichten in de ziekenhuizen hè? dat wil ik ook wel benadrukken uh, uiteraard is het zo dat de IC's en de ziekenhuiszorg uh, zichtbaar is. Op televisie is geweest en dat er geweldige inspanningen worden geleverd. Maar uiteindelijk gaat het van de hele keten uit. De keten die begint met iemand die ziek wordt, met mantelzorgers, met huisartsen, met GGD-artsen die diagnoses stellen, die kweken afnemen. Soms ziekenhuisopnames, gelukkig lang niet altijd. En vervolgens is er ook nazorg. Dus als we het over zorgverleners hebben, dan hebben we het over de hele keten die van belang is bij het geven van de juiste zorg aan patiënten en we hebben natuurlijk voor corona gezien hoe geweldig uh, impact dat gehad heeft en hoe indrukwekkend die inzet geweest is. Want we realiseren ons dat wat uiteindelijk in de ziekenhuizen komen en dat geldt voor corona, maar ik begin nu ook al aan mijn overstapje naar influenza, uh, zoals u ziet, is dat we natuurlijk maar een topje van de ijsberg zien. Dat topje van de ijsberg wordt ernstig ziek, gaat naar het ziekenhuis en weer het allerhoogste topje daarvan zal uiteindelijk op de IC's belanden. En dat heeft voor corona een geweldige zorgbelasting gegeven en om een geweldige inzet gevraagd. En dat betekent ook dat toen de vaccins beschikbaar kwamen, eigenlijk binnen een jaar nadat de corona-uitbraak begonnen was, waar de zorgverleners ook initieel vooraan werden geprioriteerd in het krijgen van het nieuwe vaccin. En dat was natuurlijk. Bedoeld om hen te beschermen. Zij stonden aan, het, uh, ja, aan, de, aan de voorzijde van de uitbraak, hè, moesten omgaan met uh, besmettelijke patiënten, elke dag maar weer. Dus ik denk dat dat heel terecht was. Het was ter bescherming van hen, van hun uh, families. Maar natuurlijk ook, en dat hebben we ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen gezien, dat uh, soms infecties van verpleging overgaat op uh, verzorgende. Sorry, op, van de verplegers overgaat op de cliënten in bijvoorbeeld een verpleeghuis. En in een ziekenhuis, natuurlijk ook wel eens van patiënten naar verpleging toe. Dus daar is een uh, interactie die maakt dat het. Uh, vaccineren van verzorgenden niet alleen helpt om hen zelf te beschermen, ook een zekere bescherming biedt aan de patiënten waar zij verantwoordelijk voor zijn. En uiteraard natuurlijk ook, um, en dan hoef je alleen maar terug te denken aan de uh, griepuitbraak van een paar jaar terug. Um, toen er een geweldige griepgolf was die 18 weken duurde, zo'n 16.000 ziekenhuisopnames uh, toen uh, daaraan toe te schrijven waren. En er ook EBO's uh, moesten worden gesloten en ook. Uh, allerlei operaties moesten worden uitgesteld. Dus behalve corona kan ook griep zo'n belasting op de zorg geven. En toch zien we helaas dat, waar voor de corona, wat natuurlijk een ander ziektebeeld is. en dat realiseren we ons allemaal met andere complicaties. de opkomst voor de vaccinatie gelukkig heel erg hoog was. ook onder de zorgverleners. is die voor influenza toch ook een ernstig ziektebeeld. Want u ziet, uh, een paar jaar terug was dat toch ook verantwoordelijk voor zo'n 9.500 overlijdens, zien we dat het animo van zorgverleners om de prik te gaan halen toch veel minder is. En ik wilde u toch laten zien dat griep geen grap is. Zo wordt het wel eens gebracht natuurlijk voor kwetsbare patiënten en dat wel eens waar de, de griep wisselt, in ernst van het ene jaar op het andere jaar, het gemiddeld genomen toch tot een aanzienlijke sterfte en zorgbelasting leidt, die in mijn ogen zonder meer rechtvaardigt dat we daar aandacht aan geven en dat we proberen om iedereen uh, over te halen om ook vanwege onze kwetsbare patiënten uiteindelijk dat vaccin te gaan halen. Uh, griep is geen grap, staat hier, maar als je kijkt naar de annotaties van griep, dan hoop ik dat hij toch door wil. Ja, oké. Okay. Duurt even wat langer. Uh, dan kennen we natuurlijk talloze verwensingen die teruggrijpen naar infectieziekten. Hè? En, dat, um, en vaak zijn dat toch redelijk uh, stevige verwensingen. Uh, kent ze allemaal? Uh, krijgt tering? Uh, de cholera, hè, uh, de kleren. Uh, maar voor influenza zie je, als je dat opzoekt in de verschillende woordenboeken, en of dat nou woordenboeken zijn voor, de, uh, voor het Waterloopplein of het officiële Van Dalen, dan uh, refereert dat eigenlijk veel meer naar een beetje sarre, uh, iemand, uh, nou u, le u leest het hier, hè, uh, een, een, beetje, uh, een beetje etteren. Uh, Griep heeft een andere annotatie in de bevolking dan een heleboel andere infectieziekten. En misschien dat dat toch ook maakt dat, uh, dan zeggen we ja, wat is er nou precies mis met influenza? Dat we de, uh, uh, de personen onvoldoende kunnen overhalen om hun vaccinaties te halen. En u weet dat ongeveer 10% van de bevolking onder de 60 heeft een indicatie. Ongeveer, uh, nou, ik dacht iets van 27% boven de 60. En in de praktijk zien we dat 25 en ongeveer tegen de 55, 60% van de mensen. Helaas maar komt om die vaccinatie uh, te halen. En ik denk dat daar winst te behalen is. En dan hebben we het alleen nog maar over de personen met de echte medische indicatie. Want ik ga het hier vooral hebben over de verpleegkundigen, over de artsen, over de mantelzorgers. Want ik denk dat ook daar een belangrijke indicatie is. Ook gesteld overigens door de Gezondheidsraad. om die vaccinatie toch te halen. Heeft een beetje een probleem om door te klikken. Nou, allereerst, um, he, griep is geen grap. Dit was een uh, patiënt met een onderliggende hematologische aandoening. We kennen allemaal als ziekenhuisdokters vele gevallen van uh, patiënten die worden opgenomen met griep. en eigenlijk in hele korte tijd derailleren, decompenseren. en in dit geval een uh, viruspneumonie ontwikkelen, die toch een behoorlijke mortaliteit kent. He. Dus griep is voor velen. Gelukkig een uh, niet dalletje, maar lang niet voor iedereen... en zeker niet voor patiënten met onderliggende problemen. Bij hen is schiep, hè, ik zeg het nog maar een keer, bepaald geen grap. Ook als je naar grotere studies kijkt... en die zijn samengevat in een mooi lensend artikel van uh, enige tijd terug... en ik heb eigenlijk alleen maar eruit gelicht... met betrekking tot hematologische patiënten. En dan ziet u hier dat uh, hematologische patiënten... in dit geval zijn het elf uh, studies... Dat toch een belangrijk aantal van die patiënten wordt opgenomen met griep, of in het ziekenhuis ligt en griep krijgt, en dat daar toch maar liefst zo'n 16% aan uiteindelijk komt te overlijden. En dat is natuurlijk een geweldig hoog aantal. En voor al opgenomen patiënten wil je, lijkt mij, toch alles doen om te voorkomen dat ze besmet worden. Ook de Mexicaanse griep. Oh, gaat hij echt door? Ik weet niet, jullie moeten misschien straks even wat aan de dingen doen. Um, ook voor de Mexicaanse griep. Hè? En de Mexicaanse griep leidde tot het mildste griepseizoen. wat we eigenlijk uh, uh, sinds mensenheugenis gehad hebben in Nederland. Hè? Ik geloof dat we in totaal een oversterfte van onder de 100 patiënten hadden. Dan ziet u dat als u voor de Mexicaanse griep kijkt, opnieuw. Bij patiënten met onderliggende medische problemen, in dit geval zijn het patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad, bijvoorbeeld vanwege lymfoombehandeling of in het kader van leukemiebehandeling, dan is dit één centrum in Amerika die toch zonder moeite tijdens die epidemie. Uh, enkele honderden patiënten identificeert, waar uiteindelijk, u ziet uh, de volgorde, toch een behoorlijk aantal complicaties ontwikkeld, beanend moet worden en toch ook een groot aantal nog komt te overlijden. En als je je richt op patiënten, in dit geval met stamceltransplantaties, hè, waar vaak jarenlange investering is in de zin van chemotherapie en. Toch behoorlijk invaliderende behandelingen in de hoop de patiënten er doorheen te trekken. En je wordt dan letterlijk door uh, dat griepje geveld, komt aan de beademing en komt te overlijden. Dan kunt u zich voorstellen: dit is niet het gewenste eindpunt wat je bij patiënten wil uh, bereiken. Integendeel, je wil voorkomen dat ze uh, überhaupt ziek worden. En wat is nou een beetje de tragedie? Is dat. In veel gevallen, ook in dat overzichtartikel wat ik u net noemde, blijkt dat zo'n 10 tot 15 procent van die gevallen in het ziekenhuis wordt opgelopen. En in het ziekenhuis opgelopen, en u ziet hier een aantal referenties in grijs op de achtergrond, die kunt u desgewenst opzoeken, maar die betreffen allemaal uitbraakjes in ziekenhuizen, waarbij vaak de zorgverlener de indexgeval is, dus het eerste geval, dat van buiten een infectie naar binnen brengt. En dat die infectie vervolgens leidt tot verspreiding onder patiënten. En zoals u uit twee voorbeelden, waarvan het boven het voorbeeld uit mijn eigen ziekenhuis is, dan ziet u dat die patiënten ziek kunnen worden en dat er ook overlijdens aan zijn toe te schrijven. En die genetische analyse, waarvan u daar het dendrogram ziet, die laat zien hoe dat dan loopt. Het zijn vaak meerdere introducties, die kleine clusters. Van gevallen geven rond zorgverleners, natuurlijk niet alleen verpleegenden, dat kunnen ook wel degelijk artsen zijn. En het interessante is, als je die studies leest en er wordt geïnventariseerd, hoe komt dat dan? Want vaak waren ze zich achteraf best bewust dat ze eigenlijk met een soort grieperig beeld toch naar het ziekenhuis kwamen. Dan is vaak wat je hoort dat men eigenlijk de griep onvoldoende vond om thuis te blijven. En ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is, die we natuurlijk ook uh, met de corona wel geleerd hebben. Als je uh, klachten hebt, blijf dan thuis en laat je testen. En dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de influenza. Want als je influenza mee het ziekenhuis inbrengt en daar een kleine uitbraak veroorzaakt, en u ziet uh, dat dat ook tot overlijdensgevallen leidt, dan denk ik, dan voel je je als zorgverlener toch niet eigenlijk bezig met waarvoor je, uh, waar je mee bezig wil zijn. Dus. Griep is een belangrijk probleem bij patiënten met onderliggende medische problemen. Bij die patiënten kan het ernstige aandoeningen, ernstige verwikkelingen geven. En dat is niet alleen de decompenseren van de nierpatiënt of de hartpatiënt. Die kunnen vaak domweg de griep niet aan. Griep is toch een beetje door de temperatuurverhoging de trap oplopen. En niet iedereen kan nou eenmaal een paar dagen continu de trap oplopen. Daar derageren. Een heleboel patiënten die ook zijn geïndiceerd volgens de gezondheidsraad. Maar daarnaast hebben we de groep die vaak, omwille van het feit dat bepaalde bloedcellen, met name de lymfocyten lympho bijvoorbeeld, verlaagd zijn. gewoon een verhoogd risico loopt op uitbreiding van de griep, viruspneumonie, uiteindelijk beademing en overlijdens. En dat is natuurlijk iets wat je gewoon wil voorkomen met alle middelen die je hebt als zorgverlener teken je toch min of meer voor het primum non nocere, first do no harm. En dat betekent eigenlijk dat je toch elke actie die je kan ondernemen, ook al zijn het geen perfecte acties misschien, moet doen om te voorkomen dat een patiënt die ziek in het ziekenhuis ligt, omwille van jou handelen, nog zieker wordt. Dat is eigenlijk wat je toch absoluut niet wil. Ik weet niet wat... Die... Dus wat, wat zien we? We zien griep bij een kwetsbare patiënt. Dat is bepaald geen grap. Bij die patiënten kan het leiden tot ontregeling van het onderliggend medisch lijden. maar ook tot het ontstaan en verdere uitbreiding van de ontsteking. Een viruspneumonie en de complicaties daarvan. Natuurlijk hebben we ook naar aanleiding van de corona-uitbraak weer geleerd. want we hebben nauwelijks griep gehad, dus blijkbaar was dat. Uh, meer dan uh, voldoende in ieder geval om griep tegen te gaan. Overigens denk ik ook omdat de internationale verbindingen stil maar dat terzijde. Maar we weten dat een aantal handelingen, zoals het gebruik van isolatiekamers, uh, mond, uh, het neus-mondmasker uiteraard en de veilige afstand allemaal bijdragen. Voor griep hebben we gelukkig ook de neuraminidazenremmers, maar die blijken in de praktijk zeker als... Patiënten met onderliggende medische problemen, met vaak atypische beelden worden opgenomen, te laat gebruikt. En wat je dan overhoudt is die vaccinatie. En die vaccinatie, die richten we natuurlijk al op de patiënt. Nou, helaas komt daar ongeveer 60% van, denk ik, van de ouderen met onderliggende medische problemen. Maar die moeten we nadrukkelijk ook richten op de zorgverleners, op de familieleden en op de mantelzorgers, om uiteindelijk die cocon van veiligheid rond de patiënten te creëren... zodat ze niet aan zo'n griepbeeld, zoals ik u geschetst heb, ten onder gaan. En dan is er nog iets anders. En ik denk dat Marion Koopmans daar straks verder op in zal gaan. Dus ik hou het hier kort. He, maar we weten dat uh, griepuitbraken elk jaar wisselen wat betreft intensiteit. Soms heb je een relatief uh, mild seizoen, soms heb je een heel intensief seizoen. Nou, als je in de tijd kijkt, en Jan-Tien Bakker bij het RVM heeft dat uh, gedaan. Uh, dan blijkt dat na een heel mild seizoen. en in wezen hebben we daar nu al twee van achter de rug. het seizoen wat erna komt gemiddeld zo'n 60% intensiever is. Dus als je. Uh, een meer een donker kijker bent, hè, dan moet je eigenlijk verwachten dat het komende griepseizoen, wat we ongetwijfeld gaan krijgen, dus heftiger zal zijn dan het gemiddelde griepseizoen dat u uh, gekend heeft. En dat is iets wat niet alleen in Nederland onderzocht is, ook in het buitenland. En u ziet hier de GCVI van Engeland die eigenlijk hetzelfde voorspelt. Dus we gaan waarschijnlijk een intensiever griepseizoen met al zijn onvoorspelbaarheden overigens tegemoet en willen ons graag daartegen wapenen. Nou, wat ik u uh, hopelijk uh, duidelijk heb gemaakt, hè, is dat uh, zorgmedewerkers griep kunnen oplopen. En overigens doen ze dat vanwege hun baan ook op de EHBO's ongeveer twee keer vaker dan uh, gemiddeld zoals het in de bevolking is. Dus zorgmedewerkers zijn het risico om griep te krijgen. Zorgmedewerkers kunnen het aan hun patiënten overdragen. Daar hebben we talloze voorbeelden van, ook in Nederland. En we weten dat die kwetsbare patiënten dat voor hen griep geen grap is, maar dat ze ernstige complicaties kunnen ontwikkelen en daaraan kunnen overlijden. Dan hebben we griepvaccins en daar wordt nog een heleboel over verteld. En we weten allemaal dat die griepvaccins alle behalve... Uh, uh, optimaal zijn. We zijn geweldig, we boffen geweldig met de fantastisch effectieve coronavaccins. Die griepvaccins zijn minder effectief, maar dat betekent niet dat ze niks doen. Hangt natuurlijk af van de match met het seizoen, vele andere factoren. Maar bijvoorbeeld ook in het seizoen, wat u daar nog uitge, uitvergroot staat: het ernstige seizoen van 17 en 18. Toen we tot bijna een miljoen gevallen van griep in Nederland hadden met zo'n 16.000 opnames, zo'n 350.000 huisartsenbezoeken, een geweldige belasting voor de zorg. Ook zo'n op de piek dacht ik zo'n 300-350 IC-opnames. Allemaal geconcentreerd in 18 weken. Met een vaccin wat niet eens zo gericht was tegen het toen circulerend virus, maar uiteindelijk in berekeningen toch voor zo'n ongeveer 60% effectief was. Dus het griepvaccin, zeker niet een optimaal vaccin, maar levert natuurlijk toch, ook al is het maar 60% werkzaam, een belangrijke bijdrage. omdat griep zo geweldig verspreid is. En als je daar de helft van kan voorkomen, dan ben je zeer zinvol bezig wat betreft zorgbelasting. En waar ik denk ik een land voor wil breken, is dat we die griepvaccins toepassen. Met name ook bij zorgverleners, bij mantelzorgers en natuurlijk ook bij de patiënten. Um, niet optimaal, maar wel het beste wat we hebben om griep te voorkomen. En laten we daar gebruik van maken, omdat... Met alles uh, wat we aan de horizon zien, een potentieel intensiever seizoen die ook nog eens met uh, corona gemeld, uh, gemengd is. En dat willen we gewoon zoveel als het mogelijk is uh, voorkomen. Dus een oproep aan alle zorgverleners en mantelzorgers, neem het griepvaccin. En hierbij wilde ik het laten, dankjewel. Uh. Dankjewel, een ja. <coughs> duidelijk verhaal. Uh, misschien een enkele vraag uit de zaal. Mag ik de microfoon even, als jullie een vraag willen stellen of misschien een vraag van thuis. Even kijken. Het was een heel duidelijk verhaal en een duidelijk oproep. De vraag is nog, hoe krijgen we die zorgverleners zover dat we dat gaan doen? Ja. Nee, ik zie geen vraag. Ik denk dat we dan... He, dankjewel, Jaap, dat we door ja. moeten gaan. En jij moet helaas weg. Ja, ik begrijp het. Dankjewel dat je er toch tijd voor vrij